En leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik make-uploos. Behalve mijn wenkbrauw, ik heb het hier een beetje bijgewerkt. Maar ik ga namelijk in deze video verschillende maskers van de Action testen. Dat zijn deze drie. En die ga ik natuurlijk niet allemaal achter elkaar proberen. Want dan kan ik natuurlijk het effect en het resultaat niet echt goed laten zien. Dus je zal in deze video drie keer verschillende outfits, haar en alles. Achtergrond misschien zelfs wel zien. Ik heb twee sheet masks van de Action. En ik heb een lipmasker van de Action. En hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ik weet nog niet zo goed wat ik vandaag ga doen. Ik denk deze. Dus bewaren we deze even voor later. En ik ga hem opdoen. Ik ga vertellen wat ik ervan vind. Blijf vooral kijken als je benieuwd bent naar deze drie maskers. Oké, ik ga beginnen met deze dus. Gezichtsmasker with almond oil en vitamine E. Dus amandelolie en vitamine E. 20 tot 30 minuten erop laten zitten. Nou, zo ziet hij er dus in. Wat wel zo is, mijn gezicht is hier altijd veel te klein voor. Maar dat is denk ik bij iedereen. Bij mij is het dus altijd veel te groot, waardoor dit stukje altijd op mijn lippen gaat zitten. Is op zich niet heel erg, want het is niet schadelijk voor de lippen of zo. Maar het is gewoon heel vies eigenlijk, want je krijgt dat automatisch ook binnen. Hij is goed nat, waardoor hij dus goed blijft plakken. Zit ook gelijk in mijn haar, dus dat is top. Nou, volgens mij zit hij er zo goed op. Ja, de geur is toch eigenlijk heel neutraal. Niet echt een bepaalde geur eigenlijk. Het is gewoon, er zit wel iets van parfum in. Ik moet dus altijd tijdens het masker altijd even dit omhoog doen. Vooral als ik aan het praten ben, want dan zit het op mijn lippen en dat is echt heel vies. Ja, het is dus nu vandaag zondag en ik heb heel vaak een maskertje dan eigenlijk. Ik vind dat echt gewoon ultiem even genieten, me-time. Vandaag doe ik ook eigenlijk helemaal niks. Ik heb tot 3:15 in mijn bed gelegen. Het is nu 3:15. Verder doe ik dan ook niet zo heel veel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ook fan zijn van maskertjes. Want ik ben toch wel echt iemand die elke week een maskertje gebruikt. Minimaal een keer in de week. En vooral als ik bijvoorbeeld wegga ergens heen. Als ik een weekendje weg ben of zo. Dan vind ik het ook heel lekker. Vooral als ik een bad heb. Ik ben wel benieuwd of jullie ook vaak maskertjes gebruiken. En wat voor maskertjes jullie dan chill vinden. Vinden jullie sheet masks chill? Of vinden jullie echt van die klein maskers chill? Of peel of wat dan ook. Of ben je helemaal niet zo van de maskertjes? Vind je het eigenlijk allemaal maar onzin? Meestal als ik een masker op heb, dan ben ik wel nog alsnog dingetjes aan het doen. Of ik ben aan het filmen aan het kijken, of ben aan het editen, of ben toch nog op social media bezig. Ik ben niet iemand die echt helemaal gaat liggen en daar ben ik veel te onrustig voor. Ik ben een heel ondernemend type en ik moet altijd van alles lopen doen. En op vakantie kan ik ook nooit goed stilzitten, dus tijdens sowieso ook niet. Ja, dit was even een kletspraatje tussendoor. Maar ik ga jullie natuurlijk niet elke keer vervelen met allerlei dingen die ik zeg. Geen idee wat ik allemaal aan het lullen ben. Ik skip even de tijd en dan kom ik zo bij jullie terug als ik het masker eraf ga halen. Dit is namelijk ook niet heel ideaal om naar te kijken, denk ik. Zo, ik ben weer terug. Ik denk 25 minuutjes later. Ik ben er nou wel een beetje zat. Dat heb ik wel altijd met sheet mask. Ja, ik vind een normaal masker toch wel wat lekkerder zitten. Want dit is toch wel echt heel irritant. Dat het de hele tijd gaat schuiven en glijden en doen. Het is wel makkelijk natuurlijk aanbrengen. Vooral als je ligt is het natuurlijk geen probleem. Maar als je echt aan het computeren bent. Dat was vroeger echt een woord. Dat is gewoon nu helemaal niet meer, besef ik nu eigenlijk. Computeren. Tegenwoordig zijn we 24/7 aan het computeren. Maar goed, dat terzijde. Ik ga hem eraf halen. Het voelt altijd zo fijn om hem eraf te halen. Dus ik was dit er nu af. En dan ga ik een moisturizer opdoen. Is het klaar? Maar ik zal zo even vertellen hoe mijn huid aanvoelt als ik dat dus heb gedaan. Ik ga deze crème mee aanbrengen, Embryolisse. Dit is mijn favoriete crème, vooral in de winter. Ik kan echt niet zonder dit spul. Ik gebruik dit eigenlijk altijd 's nachts vooral. In de avond, maar ik vind het nu wel even lekker om dit, nou ja, 's ochtends is het ook niet meer, maar na dit masker te doen. Oké, mijn huid voelt nu super lekker zacht en ook een beetje puffy aan. Maar echt dat het niet zo droog is. Soms kan een droge huid echt heel, niet echt elastisch aanvoelen. En nu voelt het gewoon heel lekker. Nou, dit was mijn masker voor deze keer. Jullie zien hierna gelijk een beeld waar ik een van deze twee test. Geen idee welke. Jullie gaan het zien. Het is precies een week later. Het is vandaag weer zondag. En vandaag is het dus weer een maskerdag. Vandaag ben ik toch wel heel erg benieuwd naar dit masker. Het Hydrogel Lip Mask. Dit is een masker dus speciaal voor je lippen. En ik heb er al eens een keertje een getest, zoals ik al eerder zei. Van AliExpress was die. Deze is dus van de Action. En ik ben heel benieuwd of deze net zo fijn is. Of beter of minder goed. Ik ga het uittesten. Oké, ik ga hem openmaken. Ik hoop niet dat er te veel vloeistof uitkomt, zoals bij de vorige. Oké, dit is hem. Die halen we eraf. Hij is heel flexibel. Minder groot dan die andere, dacht ik. En er zit een soort van patroontje in. Ik ga maar gelijk opdoen en daarna kan ik niet meer praten helaas. Dus ik kom dan daarna bij jullie terug
na 15 tot 20 minuten als ik hem op heb laten zitten. Dus tot zo. Oké. Wauw. Oké. Ten eerste, dit is toch wel echt een heel ander masker dan die ik heb geprobeerd van AliExpress. Ik heb hem 15 minuutjes opgelaten en ik moet zeggen, het zat eigenlijk best wel lekker. Want het eerste opviel van dit masker was dat het echt een super... Hij is nog wel te groot, maar volgens mij is het een kleiner formaat dan die ik al heb geprobeerd van AliExpress. En hij is wel plakkerig, maar niet zo heel nat. En dat vond ik bij die vorige echt heel vervelend, want hij gleed het af en ik kreeg heel veel spul in mijn mond. Het was gewoon heel vies. Deze is wel vochtig, maar hij plakt heel goed daardoor. Omdat hij niet zo heel nat is, gaat hij ook niet glijden. En mijn lippen voelen nu super zacht. Ja, ik vind dit masker zeer geslaagd. Ik weet alleen niet meer hoeveel die kost helaas. Maar het zal echt niet over een euro zijn geweest waarschijnlijk. Het enige wat ik nu wel nog even moet doen is even toch wel wat water eroverheen spoelen. Want het voelt hier omheen ook nog een beetje vettig. Nou ja, niet per se vettig, maar een beetje zit een beetje iets overheen. En het proeft ook een beetje raar. Maar niet zo erg als de vorige. Dus ik vind deze absoluut fijner dan die van de AliExpress. Ja, en het is gewoon fijn in de winter om eventjes af en toe ook een lipmasker te gebruiken. Want mijn lippen zijn altijd best wel droog. Oké, dit was dit masker. Ik hoop dat jullie deze hier ook wel aan hebben gehad. Dan gaan we nu door naar het laatste masker. Dat is die met die toffe tekening. Erop. Ik ben heel benieuwd naar die. Dus wil je weten wat ik daarvan vind, blijf dan vooral kijken. En vandaag is het tijd voor het laatste masker. En dat is deze. De Facial Sheet Mask. Dit is dat masker met dat design erop. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen. Het is vandaag weer zondag. Gewoon precies weer een week later. Ik heb deze video dus in 3 weken opgenomen. Maar goed, ik ga deze dus uittesten. Ik ben heel benieuwd. Laten we gaan kijken. Ik vind de verpakking ten eerste al heel erg leuk uitzien. Dit ziet er natuurlijk super leuk uit voor jezelf. Maar dit is natuurlijk ook heel leuk als cadeautje. Ik ga hem openmaken. Heel zoet, maar tegelijkertijd ook heel vies en bitter. En nou ja, dat. Het ruikt gewoon echt naar een hoestdrankje. Ik zie gelijk allerlei kleurtjes. Zo bang dat dit helemaal gaat lekken en zo. Oh, het ziet er wel heel geinig uit natuurlijk dit, hè. Dit is bijvoorbeeld heel leuk met een sleepover of zo. Dit, als je een feestje hebt of zo voor jongere meiden. Hij is wel heel waterig deze, moet ik zeggen. Oké, ik moet eerlijk zeggen, ik heb even met een washandje alles een beetje opgedept. Want hij was wel heel, heel, heel doordrenkt. Wat ik niet zo fijn vind. Nog gelijk maar even een paar naleden. Hier laat hij heel snel los. Waar dat getekende zit, zeg maar. Is ook wat harder en wat niet zo... Blijft niet zo goed plakken. De geur is echt niet oké. Het doet me gewoon heel erg denken aan de tijd dat ik een kind was. En van die hele vieze hoestdrankjes moest nemen als ik hoest had. Dus dat is niet heel fijn. En verder is het niet een heel bijzonder masker. Wat natuurlijk wel heel leuk is, is de print. En wat ik net al zei, dat dit gewoon heel erg leuk is voor een feestje met kinderen, jonge meiden. Ik zie dat gewoon al helemaal voor me. Er staat ook op de verpakking dat het een soort selfie mask is. Dat je er allemaal leuke fotootjes mee kan maken. Vind ik wel heel geinig bedacht. Alleen het is gewoon, de uitwerking is gewoon dan net even te cheap, zeg maar. Wat ik ook snap, want het masker was denk ik ook ongeveer een euro of minder. En daar kan je het gewoon niet voor maken. Ik ga dit masker nu even 10 minuutjes op laten zitten ongeveer. Ik denk niet heel veel langer, want ik kan de geur ook echt niet verdragen eigenlijk. Maar ik kom zo bij jullie terug met mijn mening over dit masker. Over hoe het, zeg maar, voelt. En niet per se hoe het eruit ziet of ruikt of wat dan ook. Beetje negatief op het einde wel, maar oké, we'll see. Alright, ongeveer zitten er nu 10 minuten op. En ik heb even lekker gelegen, want ik merkte dat ik als ik ging zitten, dat het toch minder goed bleef zitten. En normaal heb ik dat eigenlijk niet met een sheet mask. Oké, ik ga hem afhalen. Voelt altijd toch wel heel lekker. Ja, er blijft best wel veel product op zitten altijd. Ik ga het er even afwassen en dan kom ik weer niet. Ik doe even een cremmetje op. Mijn huid voelt wel redelijk zacht. Lekker puffy altijd, zoals ik vorige keer ook al zei. Lekkere glow in ieder geval. Ja, het was op zich wel een leuk masker. Ik denk dat dit masker gewoon voor de fun is vooral. Ik zou zo'n masker niet zo snel meer kopen, omdat het niet zoveel met me doet. Wat ik voornamelijk ook vind met sheet masks van een lagere prijsklasse, zeg maar, is dat ze toch niet zoveel doen met je huid als dat je verwacht of hoopt. En dat is met crème maskers of die aanbreng met een kwast toch wat meer, heb ik het idee. Geen idee of dat ook daadwerkelijk zo is, maar zo voelt het een beetje aan. Maar goed, anyway, dit waren de maskers van de Actions die ik wil... Van de Action die ik wilde proberen en wilde testen voor jullie. Laat vooral even in de comments achter of je vaker van dit soort video's wil zien, want dan ga ik dat waarschijnlijk vaker doen als jullie het leuk vinden. Ja, laat zeker ook even in de comments achter of je deze maskers ook wel eens hebt geprobeerd. Of welke maskers ik een keer moet testen. Ik ben heel benieuwd. Ik vind dit soort video's namelijk heel leuk om te maken. Dus let me know. Doe een like op deze video als je hem tof vond. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer. Ciao!